Volgens de kaart ligt de schat ongeveer... hier! Laten we dan gaan graven. Niemand kan ons meer tegenhouden. Behalve dan degene die verantwoordelijk is voor deze XXL-voetstap. En het vreselijke gegrom dat uit die donkere grot komt. Je denkt toch niet dat het een schatbewaarder is? Als je broer van die harde muziek draait. In de naam van de verrukkelijke vlinderdas. Iedere keer na de struikelscène moet ik mijn kniestukken weer herstellen. Dat is nu dus al 4 keer. Huh? Op deze manier kan ik niet werken. Ik ook niet. Dit kostuum mag dan een authentieke Yeti-replica zijn. Maar het is hierin echt superheet. Tja, dat heb je met low-budget films. Aan de andere kant, het beeldmateriaal ziet er echt te gek uit. Oeh, echt super indrukwekkend. Oh, waarom moet Piers per se nu op zijn gitaar spelen? Hij is gestopt. Dit is onze kans. Op jullie plaatsen, mensen. Nicholas, jij bent in de grot. Polly en Layla op het gras. Hey, Polly, doe eens open. Laat maar zitten. Nieuwe aanwijzing. Polly, maak ons snel weer groot. Dat kan ik niet. Ik heb mijn medaillon niet om. Die ligt daar nog op het bed. Moet je mij niet aankijken? Hij paste niet bij mijn kostuumdesign. Ik sta achter mijn besluit om het af te doen. Doe open of ik kom naar binnen, Polly. Oké, misschien is er één ding belangrijker dan kleurencombinaties. Piers mag ons echt niet zo zien. Nog langer? Je krijgt nog 3 tellen. 1. Ah, schiet op, Polly. 2. Go big! 3. Heb jij mijn klopgeestvangers-DVD? Yep, die ligt hier. Ik zou geen gekke dingen uithalen. Pap en mam hebben mij de leiding gegeven. Ik moet het huis heel houden, want anders krijg ik 2 eeuwen huisarrest. Komt goed. Als jij ophoudt met gitaarspelen. Heel even maar. Geen deals, ik ben de baas. En blijf uit mijn kamer! Dat scheelde echt veel te weinig als je het mij vraagt. Nou, hij is nu tenminste wel stil. Oh, iets te vroeg gejuicht. Fijn. Hoe moeten we de Littleton filmcompetitie ooit winnen als we de deadline van vanavond niet gaan halen? Dan gaat die supervette Hollywood filmcamera mooi aan onze neus voorbij. We mogen nog niet opgeven. Mensen moeten deze kostuums zien. En ik ben de hele nacht opgebleven voor de planning. We moeten gewoon een nieuwe locatie zoeken. Ver weg van Piers. Zijn, dat shot moet toch echt een keer over. Wat is hij daarboven allemaal aan het doen? We gaan die film niet afkrijgen zolang Piers thuis is. Kunnen we niet zorgen dat hij weggaat? Niet weggaan is zeg maar zijn enige taak.
Wacht, ik heb een idee. Hey, Piers. Ik heb een cadeaubon voor een gratis bolletje bij Big Bollo's. Je lievelings. Ik luister. Weet je ook dat er een all-you-can-eat topping buffet is? Die ene met die warme fudgefontein? Yep. En het enige dat je hoeft te doen is het huis uitgaan en je gratis bolletje ophalen. Nee, laat maar. Wat? Waarom niet? Omdat ik thuis moet blijven, Polly. Dat zou onverantwoordelijk zijn. Je bent duidelijk veel te jong om dat te begrijpen. Daarom hebben papa en mama mij de leiding gegeven. Als je het niet erg vindt, ga ik even tv kijken en... Ah! Ah! Zag je dat ook? Dat was een enorme spin! Waar is hij heen? Pak hem, pak hem! Oh man, die was echt gigantisch! Ik wist niet dat ik je zo makkelijk kan laten schrikken. Ik ga even naar Shani toe. Oké, maar gedraag je en doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Komt goed. Gevonden. We schakelen live over naar... Wat? Hallo? Is daar iemand? Mijn nekharen gaan recht overeind staan. Go big! Polly, dat was echt super vet. Eindelijk, nu kunnen we verder met de film. Wat zeg je ervan, regisseur? Daar gaan we. Actie! Wat is er nu weer? Misschien moeten jullie even komen kijken. Dat is Paranormale Patty. Dat is de beste paranormale consultant in de stad. Ze zeggen dat er geen paranormale activiteit is die zij niet kan opsporen. En ze heeft ook nog eens alle fashionregels aan haar lelijke laars gelapt. Maar wat komt zij nou hier doen? En waarom praat ze met Piers? Ik denk dat ons afschrikplannetje misschien iets te goed heeft gewerkt. Denken jullie dat die machine die ze daar heeft heel veel geluid zal maken? Nee, hoe kom je daar nou bij? Vorig jaar nog heb ik een gezin gered van een klopgeest die hun al 2 maanden lastig viel. De geest hield zich schuil in hun koelkast. Het fruit was helemaal bedorven. Hey, Paranormale Patty. Op welke protonzetting staat jouw detector ingesteld? Ik vraag me altijd af wat voor magnetisch veld er nodig is om paranormale dingen te zien. Oh, kom nou. Als jouw idool hier in huis rond zou lopen, zou je ook helemaal gek worden. Chloe Parmigiano loopt niet. Ze schreit. Maar hoe lang denken jullie dat dit ongeveer gaat duren? Professioneel gezien kan ik daar geen antwoord op geven. Soms kan een sessie wel weken duren. Weken? Maar wij moeten de film over een paar uren opleveren. Oh, ja. 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 Ik ben iets op het spoor. Ik voel het. Oh, ik voel het ook. Luister, Piers. Volgens mij gaat dit een beetje te ver, vind je niet? Ik bedoel, je denkt toch niet echt dat we een geestenprobleem hebben, of wel? Polly, jij was er niet bij. Jij zag niet wat ik heb gezien. Maar misschien viel de stroom gewoon even uit. Hebben we hier echt een paranormale onderzoeker voor nodig? Het is mijn plicht om dit huis te beschermen, Polly. Voor de laatste keer, papa en mama hebben mij de leiding gegeven. Oké, mensen. Er is absoluut paranormale activiteit in dit huis. En het komt uit die kamer. Mijn kamer? Volgens het protocol moet ik eerst een bevel hebben voordat ik naar binnen mag. Jongens, we hebben een probleem. Het medaillon, ligt het nog in je kamer? Denk je dat Patty's apparatuur daarop aan kan slaan? Ik dacht dat ze een oplichter was, maar nu begin ik te twijfelen. Pook toch een klopgeest. Er zijn hier wat overbelaste protonendeeltjes aanwezig. Dit gaat wel even een stapje verder. Stapje verder? Kom er maar uit, klopgeest. Mama heeft je te pakken. Gitver. Hij is zo krachtig dat mijn protonenplasmadetector is ontploft. Ik heb hier meer geavanceerde apparatuur voor nodig. Ik zei het toch? Er is iets vreemds in dit huis. Ik vertel hem gewoon de waarheid. Dat het een grap was.
Dat gaat hij nooit geloven. Oh man, de Helix Reactor 3000! Die onze film kan verpesten en het medaillon kan onthullen en daarom echt heel stom is. Er is veel werk aan de winkel. En eerlijk gezegd, weet ik niet of de Helix Reactor dat allemaal wel aan kan. Daarom heb ik ook detectors, explosieven en toestellen bij me die elke paranormale kracht kunnen bestrijden. Elke paranormale kracht? Dus ook de kracht van het medaillon? Dat klinkt niet al te best. We moeten iets bedenken om die apparatuur te saboteren en heel snel. Oh, ik kan niet geloven dat ik dit zeg. Maar het moet. Wij kunnen dit. Iets dat u kunt doen? Ik kan deze kracht echt niet aan. De hoeveelheid die ik hier meet vernielt al mijn hele dure merkapparatuur. En zo doen we dat. Ja, superleuk om een van de coolste machines op aarde te vernielen. Hey, focus op de prijs. We willen die nieuwe camera, of niet soms? Zeker weten. Nou, Patty's komst heeft wel één positief dingetje met zich meegebracht. Haar Helix-reactor bracht me op een supergoed idee voor een special effect. Je wilt toch niet zeggen dat je wil gaan... Die dame is net een neonhoed. Luid, te aanwezig en je krijgt er hoofdpijn van. Patty, je bent terug! Ja, natuurlijk. En ik heb mijn meest betrouwbare machine ooit meegebracht. Wat ben je daar precies mee van plan? Kleine machines zijn niet sterk genoeg om de geest te verslaan. Dus ik heb een grotere machine bij me. Als je de geest niet uit het spookhuis krijgt, dan moet je het spookhuis gewoon uit de buurt weghalen. Je kan ons huis toch niet vernietigen? Dat sta ik niet toe. Mijn ouders vertrouwen mij. Ik kreeg letterlijk mijn hele leven huisarrest. Luister, het is niet mijn schuld. Je hebt mij toch ingehuurd om het op te lossen? Maar ik heb jou niet ingehuurd om mijn huis te vernielen. Eigenlijk heb je dat wel gedaan toen je dit contract hebt getekend. In artikel C, paragraaf 3 van de overeenkomst, geef jij, Pierce Pocket, toestemming aan paranormale Patty BV om mij alles wat nodig is te laten doen om het paranormale leven in huis te vernietigen. Inclusief het vernielen van eigendommen en het omverbeuken van je huis. Oh, kom op zeg. Ik mag toch niet dat soort beslissingen nemen? Ik ben gewoon een jongen die hier woont. Jouw ouders hebben jou toch de verantwoordelijkheid gegeven? Dat is juridisch bindend. Ga maar aan de kant. Ik ga die paranormale wezens killen. Mama. Go big! Kom mee. Wacht! Geen tijd te verliezen, bewoner van dit huis. Alsjeblieft, luister heel even. Schiet wel een beetje op. Mijn bulldozer is bijna opgewarmd. Heb je vroeger ook niet in een fijn huis gewoond? Nee, ik denk het. Nou, dit is mijn huis. En dat van mijn broer. We wonen al sinds onze geboorte in dit huis. We hebben hier leren fietsen. We hebben hier onze eerste verjaardag gevierd. We hebben zelfs een groeimeter in de keuken die papa heeft gemaakt toen Pierce 2 werd. We zijn hier opgegroeid. Het is ons thuis. Het is onderdeel van wat onze familie zo fijn maakt. Als jij ons huis vernielt, dan verniel je ook onze herinneringen. En dat zijn er nogal wat. Zelfs met Pierce. Toch, Pierce? Sorry.
Mijn allergie. Alsjeblieft, Betty, doe het niet. Vernieuw ons huis niet. Oh, ik zou jullie huis graag sparen. Maar dat kan niet. Er is een klopgeest en die moet ik omleggen. In het belang van de hele stad. Oh. Wel een leuke speech. Jij moet gaan acteren. Wie weet word je een grote actrice. Wat kunnen we nu nog doen? Misschien moeten we die klopgeest zelf opsporen. Dat is onmogelijk, Piers, omdat de klopgeest helemaal niet makkelijk is te vernietigen. Maar samen kunnen we hem makkelijk wegjagen, denk ik. Toch, team? Wat een goed idee, Piers. Dank je. Wacht, wat? Wij gaan die pocket klopgeest verslaan. Samen. Nou, misschien dat onze filmkwaliteiten vandaag toch nog van pas komen. Iedereen op zijn plaats. Oh, ik hoop dat mijn haar het volhoudt. Weet je zeker dat dit gaat lukken? Ik heb heel veel spokenjagersfilms gezien. Ze doen het allemaal. Als iemand ons huis kan redden, zijn wij het. Mag ik iets zeggen? Ik haat dit. Dit is doodeng. Ik ben bang. Hoeft niet. Hier, voor de veiligheid. We gaan Patty en die klopgeest laten zien waarom ze jou de verantwoordelijkheid hebben gegeven. Tijd om die gast omver te beuken. Niet zo snel. Oh, kom op, jochie. Ga aan de kant. Laat dit aan de professional over. Volgens jouw eigen contract ben je aangenomen om geesten te verjagen. Maar als mijn zusje en ik zelf die geest kunnen wegjagen, zijn jouw diensten niet langer meer nodig. Laat me niet lachen. Denken jullie echt dat jullie een klopgeest kunnen verjagen? Jazeker. Nou, dit wordt echt lachen. Oké, klopgeest. Ik ben het. Piers Pocket van de familie Pocket. Onthul jezelf. Heel origineel, jochie. Kijk, hij zegt iets. Heilige moeder der spoken. We hadden hem een strikje moeten geven. Wat? Waarom mag onze klopgeest niet ook een beetje chic zijn? Als iemand in staat is om het pockethuis te redden, dan zijn wij het. De pocketkinderen. Je hebt gelijk. Wij kunnen dit. Oh, kom op. Ik kan dat huis niet platwalsen als die kinderen binnen zijn. Of mag dat wel? Oké, stap 1. We roepen de geest met een vogelgeluid. Kaka! 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 Wie waagt het mij wakker te maken? Dat is Piers en Polly Pocket. En wij zijn hier om ons huis te redden. Succes! Oké, Piers, stap 2. Een spokendans. Wat? Dat stond op die DVD die jij had. Heb je die wel gezien of pak jij gewoon dingen uit mijn kamer? Oh ja, bijna vergeten. We gaan dansen. Nee, niet de spokendans. Dat kan ik niet aan. Volgens mij lukt het. Gevonden! Ha! Het maakt niet uit of er kinderen binnen zijn. Platwassen die handel! Jullie dansjes, ze vernietigen mij! Als deze passies jou al vernietigen, kijk dan maar uit voor deze! De grande finale, Polly. Komt voor elkaar. Nee! Het is ons gelukt! Wauw! Het is inderdaad gelukt! Ligt het aan mij of klonk die klopgeest wel heel erg als Shawnee? Nicholas, denk na! Wauw, Polly. Je hebt de elektromagnetische deeltjesversneller gekrompen. Weet je nog dat ik dat speciale effect wilde proberen? Grote
leuke spookogen nog aan toe? Eindelijk! We hebben in elk geval één mooi shot vandaag. Mijn bulldozer! Hoe moet ik dat spookhuis nou ooit gaan platwalsen? Patty, jouw diensten zijn niet langer noodzakelijk. Nou, kom op. Het bestaat niet dat jullie die onmogelijke taak hebben volbracht. Wedden van wel? Ga zelf maar even kijken. Prima! Zal ik doen! Wat als ze iets anders ontdekt? Maak je geen zorgen. Doet ze niet. Niet te geloven dat het plan is gelukt. Ik wist niet dat Pierce zo goed kon dansen. Maar echt, ik ben een getrainde paranormale onderzoeker, maar ik zou nooit zo dapper zijn als ik zoiets zou zien. Hij was best wel goed, hè? Misschien geef ik hem niet genoeg credit. Eigenlijk zijn we best een goed team. Maar blijkbaar wilt hij me toch af en toe flink irriteren. Jammer. We hebben dan de geesten wel verslagen, maar we hebben de filmdeadline echt dik gemist. Ja, die film krijgen we echt nooit meer op tijd af. Daar zou ik niet zo zeker van zijn. Hierbij presenteer ik mijn nieuwe, verbeterde digitale assistent. Geen saaie computerstem meer met suffe info. Ze heeft een echte stoere persoonlijkheid en ze is voorgeprogrammeerd met 1000 protocols die ons uit allerlei lastige situaties kunnen redden. Dit is Genie 2.0. Hallo, vriendinnen. Genie 2.0, breng ons naar het park. Oh, het park. Heerlijk, die frisse wind door mijn moederbord. Oeh, ik vind haar leuk hoor. Ze heeft swag. Maar vinden jullie het ook niet vervelend als mensen zomaar hun honden los laten lopen door het park? Echt sfeerbedervend. Genie, telefoonpaal om 3 meter. Kom dichterbij. Denk je dat ik niet weet hoe ik hiermee moet vliegen? Ontspan en chill, Shawnee. Wow! Molly, jouw PDA is nog irritanter dan van die laarzen met een vachtje. Pardon? Oké, Genie, nu is het wel genoeg. Kijk uit voor die beerdrone! Waar het allemaal begon is het plaatsje Little Town. Oh, oh, ey, oh, oh. Door een hanger zo bijzonder werd ze klein als door een wonder. Oh, oh, ey, oh, oh. Alsjeblieft, alsjeblieft. Goed dan, nu je sorry hebt gezegd. Terug naar huis. Na wat er net gebeurde, denk ik dat de persoonlijkheidschip van Genie iets te sterk is. Minstens 10.3 keer te sterk. Ik zal de chip herschrijven als we thuis zijn. Hé, hey, waar hebben jullie het over? Genie 2.0 wil het graag weten. Niks hoor. Over de techniekbeurs. Molly. Wat is jouw project? Oh, weet je, je moet echt iets over minimaliseren doen. Dan win je zeker de eerste prijs. Het is een techniekbeurs. Het moet over techniek gaan, niet over medaillons. Ik zeg alleen maar dat ze de prinses van Pocketland is. Dat was toch echt te leuk, hè, meiden? Ja, iets te leuk. Oh, tussen haakjes. Ik wil graag gepoetst worden. Ik zit onder de vogelpoep. Oké, tuurlijk. En meteen eventjes mijn olie verversen. Een beetje snel graag, Polly. Oh, man. Nu ik er toch aan denk, een dubbele waslaag vind ik ook wel lekker. Je moet natuurlijk wel stralen als de zon zo hoog in de lucht staat. Hey, mam. Doei, mam. Wow, is dat een satellietontwerp, mevrouw Pocket? Inderdaad, Shawnee.
Ik heb een belangrijke presentatie, maar hij is nog niet helemaal goed. Ik heb als project een raket gemaakt voor de beurs. En omdat u een ruimtevaartingenieur bent... Ik wil er best wel even naar kijken. Hij vliegt op biobrandstof. En wat vindt u ervan? Nou, de tapstoellopende neus is perfect voor de juiste stijgsnelheid. Maar denk wel aan de vleugels voor stabiliteit. Bedankt voor de tip, mevrouw P. Ik ga onmiddellijk aan de slag met de beta-testen. De enige die net zo enthousiast is over ruimtevaart ben... ik. We gingen toch huiswerk maken? Ben jij aan het tuinieren? Dat is onderdeel van mijn project. Ik heb de erwtenplanten bewerkt zodat ze in regenboogkleuren groeien. Regenboog? Oeh, dat is een stoere look. Maar niet zo cool als mijn project. Ik ga namelijk helemaal voor vintage met mijn konijn in het doolhof. Echt waar? Hoe heb je Bonita geleerd om door het doolhof te gaan? Heb ik niet. En daarom lijkt mijn hypothese ook dat ze het niet gaat halen. Simpel, maar elegant. Goed idee. Maar waar blijft de techniek dan? Oeh, die kleine plantjes zijn super lief. Ja, ik heb ze gekrompen zodat ik ze beter kon vervoeren. Nu weer terug naar hun normale formaat. Go big! Nu, techniekleraar in de gymzaal. Ik zie wat je gedaan hebt. Echt waar? Ja, zeker. Manipulatie om miniatuurplantjes te kweken. Heel indrukwekkend, hoor. Ja. Bedankt. En, zeg eens, hoe heb je dat gedaan? Nou, het was niet alsof er iets geks was of bovennatuurlijks. Want we weten allemaal, dat is niet onderzoekswaardig. Nou, hoe je het ook gedaan hebt, het ziet er naar uit dat jij die prijs van de techniekbeurs wel gaat winnen. Niet cool, Polly. Je hebt gewoon je medaillon gebruikt. Maar dat heb ik niet... Weet je hoe lang ik aan deze raket heb gewerkt? Maar Shani... Wauw, ik heb Shani niet meer zo overstuur gezien sinds die verjaardag dat ze een pony kreeg in plaats van een bunsenbrander. Ik heb gewoon een echte robot gebouwd voor mijn techniekproject. Oh, ik ben echt zo slim. Ik heb al 100 keer gezegd dat ik hier binnen zit. En ik heb dit van huis, tuin en keukenspullen gemaakt. Au! En hou je aan het plan. Je doet alsof je de robot activeert. Dan doe ik alsof ik op hol sla en dan ren ik door de school. Ja, ik weet het. En als iedereen in paniek is, pak jij het medaillon. Waar is dit knopje voor? Dat is van het broodrooster. Heb je toevallig ook jam? Ah, ophouden! Shani heeft het mis. Ik hoop dat ze mijn excuses wil aanhoren. Tijd om de robot te testen die ik met mijn eigen handen heb gebouwd. Gegroet, mensen. Ik ben Gigicom. De volledig mechanische, niet-menselijke, niet-miniatuurminnende robot. Waarschuwing, waarschuwing. Systeem overbelast, systeem overbelast. We moeten dat ding tegenhouden. Geef eens hier. Grizel, ze zit in die robot. Hoeveel kostuumwissels kan die vrouw hebben? Nu heb ik je te pakken, Pocket! Tiny Power! Volgens mij zijn we haar kwijt. Dat had je gedacht. Go Big! Ga weg, Tinnekop! Ze weg. Wie
heeft deze enorme ravage veroorzaakt? Directeur Mondo? Bedankt, Gwen. Dit is absoluut niet wat het lijkt, meneer. Er zat een gemene oude vrouw achter ons aan in een robotpak. Ik heb meer dan genoeg gehoord. Jullie twee gaan naar mijn kantoor. Nu, de anderen maken hun projecten weer in orde. De techniekbeurs moet koste wat kost doorgaan. Uh-oh, Johnny's raket. Sorry, meneer Mondo, ik... Ik zei mijn kantoor. Nu? We moeten Johnny's raket terughalen. Monden dicht! Jullie hebben de techniekbeurs bijna om zeep geholpen. Wat hebben jullie daarop te zeggen? Eén, we hebben niks gedaan. En twee... spinazie. Wat? Sorry, directeur Mondo, maar er zit een klein beetje spinazie tussen uw tanden. Genie 2.0, initieer protocol 47. Ja, meneer de inspecteur. Ik heb wel even de tijd om het met u over het ontwerp van de nieuwe schoolpas te hebben. Ja. Toen ik Genie's gedrag heb aangepast en haar gebabbel heb verminderd, heb ik de noodprotocollen bewaard. Inclusief de 15 scenario's om uit het kantoor van de rector te komen. Dus daarom heb je Piers laatst opgenomen toen hij zijn imitatie van de opzichter deed. Even. Afvalvermaler? Dus jij wil voorstellen dat we die raket gaan redden uit een grote hoop met stinkende smurrie, die uiteindelijk wordt verpulverd tot een kleine hoop met vieze stinkende smurrie? Focus je gewoon op de bries die door je haar waait. Ik was al bang dat je dat zou zeggen. Wil je echt serieus dat ik daar naar binnen ga? Tiny Power! Go big! De vieze zakdoekjes van Kyle Chang. Blech. Normaal gesproken kan ik een verfrissend komkommermasker wel waarderen. Maar in dit geval vind ik het echt super smerig. Laila, dat zijn geen komkommers. Gaat weg, gaat weg! Johnny! Polly, Laila, wat doen jullie hier? Jouw raket zoeken. Ik wilde niet vals spelen met mijn project. Ik had het alleen gekrompen om het te vervoeren. Ja! Mevrouw Vasquez heeft het niet goed begrepen. Meen je dat? Gaat je project dan niet over minimaliseren? Nee, het gaat over kleurrijke erwtenplanten. Ik heb een conclusie getrokken zonder alle variabelen mee te tellen. Wetenschappelijk gesproken is dat een no-go. Het spijt me, Polly. Het geeft niet, Johnny. Ik wil dit moment niet verder verpesten, maar als mijn raket in de vernietiger gaat, dan zegt de brandstoftank kaboom! Pak hem! Grisel? Laat dat gebabbel maar zitten, geef mij dat medaillon. Eet mysteriemaaltijd! Dus je wilt het smerig spelen, hè? Ga niet van taco dinsdag op vrijdag! Wow! De raket! Hebbes! Het ultieme water. Oude zweetzok uit een jongenskleedkamer. Geef me dat medaillon, of je krijgt die zweetzok in je gezicht. Nee. Ze zijn niet alleen oud en smerig, maar ze passen ook niet. Kijk, dat is pas een nachtmerrie. Tiny Power! Een beest! Die pakt mij als eerst omdat ik het mooiste ben! Eigenlijk is dit een hamster. Die is ontsnapt uit het lokaal van groep 5.
Oh ja? Nou, ik denk dat jouw kooi ook niet naar roze blaadjes ruikt. Oké, Laila. Deze kant, meiden. Volgens mij zijn we ze kwijt. Wat is dat? Klinkt als een aardbeving. Dat is geen aardbeving. Het is pauze! Oeh, dat scheelde weinig. Dat kun je wel zeggen. Polly, we kunnen niet door de gang rennen nu we zo klein zijn. Dan moeten we creatief zijn. Kom op, meiden. Helpen jullie me? Briljant. Een lange weg naar beneden, Pocket. Wie zegt dat we naar beneden willen? Ik wil eigenlijk liever omhoog. Oh, wat? Je loopt weer te bazelen. Ik moet zeggen, Polly, dat ik het wel met Grizel eens ben. Kijk! Ik ben aan het zonnestoep branden! Ik ben af! Gewonnen! Oh, Gwen! Go Big Raket! En je nou helemaal niet geworden? Zo maar liggen. Lanceren! Nee! Goed gedaan, Polly! Oh, ik dacht heel even dat ze ons te pakken had. Ja, goed gedaan, Polly. Een kleine opmerking. Weet je nog dat we bij natuurkunde geleerd hebben over de zwaartekracht van de aarde? Uh-oh. Zeg dat dit ding een ingebouwde parachute heeft. Hij hoort eigenlijk onbemand. Onbevrouwd. Dus de enige manier om te landen is als we crashen! Wacht, misschien weet ik iets. Genie, heb je even? Bij die coördinaten, nu meteen. Zal ik doen, Polly. De wet van Newton in de praktijk gebracht! Ah! Hey, vriendinnetjes! Oké, kom naast ons vliegen en volg onze daling. Kom van die raket af, Polly! Wow, dat was intens. Genie, we landen in het park. Komt helemaal in orde. Zeg, Genie, vind je die honden in het park niet vervelend dan? Nee hoor, ik hou van gesnuffelen aan mijn digitale buitenkant. Genie is nu helemaal in orde. Goed idee om haar persoonlijkheidschip aan te passen, Shani. Oh ja. Go big! Zo blij om weer op de grond te staan en veilig. Wow! Wow! Mijn project. Oh, sorry, Shani. Maar volgend jaar kan je weer meedoen. Wacht, Shani heeft heel veel werk in haar project gestoken voor dit jaar. Ze verdient een kans om die techniekbeurs te winnen. Hoe dan? Hij is waarschijnlijk bijna afgelopen. Het is ook niet makkelijk. Maar als we allemaal samenwerken, kan het nog goedkomen. Wat is het plan? Jij en ik blijven hier om de raket te maken. Laila, jij gaat naar de techniekbeurs om tijd te rekken. Goed plan. Ik zal die jury om mijn vingers winden. Oeh.
Dat konijn doet echt helemaal niks. We zijn klaar hier. Wacht! Ze reageert alleen op zingen. Bonita loopt lekker door het doolhof heen. En dat doet ze graag alleen. Dat is je cue, Bonita. Nee, wacht! Ik bedoel, ze reageert alleen op rappen. Bonita, je vet cool konijntje. Je oren zijn heel groot, maar jij blijft een kleintje. Hopperee, hop, dus begin te hoppen. Hoppen, hoppen, hoppen. Hipperie, hopperie, hoppen. Als dat konijn nu nog niet beweegt, gaat ze dat ook niet meer doen. Wauw, Shani, je bent een raketgeleerde. Bedankt. Doordat we hebben gevlogen, heb ik het ontwerp voor deze raket iets aerodynamischer gemaakt. En ik heb er iets extra's aan toegevoegd. Oh, wat dan? Dat vertel ik je zo wel. We moeten nu snel terug naar school voordat alles is opgeruimd. Wacht, ik weet wat er mis is. Nu is ze er echt klaar voor. Ze rent alleen in stijl. Oké, nu is het genoeg. Dit is echt een verspilling van mijn tijd. Oh, Polly. We waren net enorm aan het genieten van Laila's project. Maar we zijn wel toe aan iets anders. Dus kom nu maar op met dat geweldige erwtenproject. Nou, mevrouw Vasquez, ik heb geen project. Dat heeft ze wel. Het is deze raket. Ik heb hem gebouwd en Polly heeft Neil geïnstalleerd. Ben je klaar voor take-off, Neil? Zeker weten, Johnny. 3, 2, 1, tot ziens! Oké, Neil. Mogen we jouw turnkunsten laten zien met een salto, aangevuld met een slam dunk? Maar natuurlijk, Polly. Algemeen rapport. In de noordwestelijke hoek van de gymzaal staan 2 mensen te loeren. En ze ruiken naar bedorven vis en vieze stinksokken. Hé, dat is niet waar! We staan niet te loeren. Oh, wauw! Oké, we hebben de winnaars. En dat zijn Polly en Shani met hun geweldige raket. Ja! Goed gedaan, meiden! Ja! Hey! Ik wist wel dat jouw raket zou winnen. Het was echt teamwork. Goed gedaan, meiden. Mam, wat doe jij nou weer hier? Ik wilde wel eens even kijken welke ideeën jullie allemaal hebben hier op school. En jullie nieuwe ontwerp bracht me op een idee voor een satelliet. Misschien kun je me vertellen hoe je de digitale piloot hebt gemaakt. Tuurlijk kan ik dat, mam. Gefeliciteerd. Nu komt het. Ik ga nu voor de McTwist. Ja, kom op, Polly. Skate chic is het helemaal tegenwoordig. Haar timing is perfect. Oké. Ik wilde Polly alleen nog even laten weten dat de helling van de ramp een klein beetje te hoog is. Geen probleem. Komt goed, hoor. Tellen jullie even af. 3, 2, 1. Skateboard en al uit het raam te vliegen?
dubbele portie bacon bites vanavond, Peachy. Kleine tegenslag. Dat gaan we nog een keer doen. Maar het is veel te gevaarlijk. Shawnee heeft gelijk. Wat als Peaches er niet was geweest om je te redden? Dan had je dus enorme grasvlekken op je perfecte broek gehad. En je had ook gewond kunnen raken. Oh. Hoeveel filmpjes ik ook kijk, mijn McTwist is altijd een McFaal. Misschien moet ik op zoek naar een leraar IHE. Imposante hipster etikettenleraar? Ik ben er voor je. Er gaat niets boven de mooie hipster outfit. IHE. Een leraar in het echt, snap je? Dat is de beste oplossing. Maar ik ken maar één persoon die de McTwist ook echt goed kan uitvoeren. Je broer kan wel een McTwist, maar hij kan niet met zijn mond dicht eten? Hij is een skate-expert. En hij is altijd een stuk leuker nadat hij net geluncht heeft. Dus het moment is perfect. Mm. Hey, Piers. Ik ben dus een beetje aan het skateboarden geslagen. Maar ik kreeg de McTwist niet helemaal onder de knie. De McTwist? Dat is de coolste. Het ding is, je moet je zeker voelen natuurlijk. Maar het gaat om het momentum. Je benen moeten je... Wat moeten mijn benen? Wat? Weet je wat? Je bent hier niet klaar voor, Polly. En skate is ook een soort van mijn ding, niet het jouwe. Oh, Piers, waarom gedraagt hij zich altijd als de irritante grote broer? Als je het mij vraagt, is er iets aan de hand. Hij heeft zijn stokbroodje niet helemaal op. Dat is heel vreemd. Moeten wij... Zeker weten. Tiny Power! Een skateboard mee. Zullen we? Ja. Dus hij heeft geen tijd om mij te helpen, maar hij heeft wel alle tijd van de wereld om met hun te skaten? Zullen we... Zeker weten. Go big! Dus toen zei ik, dat zijn geen donuts, dat zijn mijn wielen, gast! Piers! Ken jij die sulletjes? Ga weg, Polly. Dit is voor serieuze skaters. Wauw, je wordt bedankt, broer. Ha! Is dat jouw zusje? En jullie skaten samen? Hey allemaal! Piers is vriendjes met zijn kleine zusje. Sorry, Dansmarieke. Deze plek is alleen voor gevorderde skaters. Wij zijn best gevorderd. Ach, Dansmarieke denkt dat ze gevorderd is. Ha, blijven jullie maar op de kinderramp. Die past veel beter bij jullie kleine skatepakjes. Oh, vet! Skateboarders zijn normaal echt super cool. Die gast is echt 1000 keer minder cool dan hij zelf denkt. Hij is helemaal niet zo aardig. Wij horen in de gevorderde bol. Wow, maar hij ook! Wow, coole moves! Dank je. Ik ben Polly en dit zijn mijn vriendinnen Laila en Shani. Leuk jullie te ontmoeten. Ik ben Hamal. Waarom skate je niet in de grote bol? Je bent supergoed. Bedoel je Devin's bol? Daar mag ik echt niet bij in de buurt komen. Dat is niet eerlijk. Het skatepark is toch voor iedereen? Leg dat maar eens uit aan Devin. Dat zal ik doen. Wij gaan die bol terugeisen. Heel veel succes, want volgens mij kunnen jullie dat wel gebruiken. Wacht op mij! Devin! Wij eisen dat je Hamal en alle anderen gewoon in deze bol laat skaten. Ik laat niet zomaar iedereen in deze bol, meisje. Kijk naar Piers. Die gast bewijst dat hij goed genoeg is voor mijn crew. En om bij mijn crew te mogen, moet je loyaal zijn. Of niet soms? Als Piers goed genoeg kan skaten, dan kan ik dat ook. Dat geldt voor ons allemaal.
Het lijkt me sterk dat kleine dansmarieke zo goed is als wij. Wil je wedden? Huh? We houden een skatewedstrijd. Als wij winnen, dan zijn wij de baas over de bol en dan mag iedereen naar binnen. Als jouw clubje wint, dan mag jij de baas blijven. Ha! De domste weddenschap ooit! Oké, dan doen we een skate-off. De Def Crew tegen de dansmariekes. Mogen het beste team winnen. Oeh, dit vindt Gigi vast geweldig. Skate date! Oh. Als we daar niet mogen oefenen, dan doen we het toch gewoon hier. Modelperfectie. Jouw 3D-printer staat echt heel goed afgesteld, Polly. En ik heb je beschermende kleding aangepast om hem aerodynamischer te maken en je krijgt geen helm haar. Cool. Ben je klaar voor de training voor de competitie van je leven? Ja! Weet je zeker dat je die schoenen daarbij zou dragen? Dit is de meest geavanceerde move die de crew van Devin zullen gaan doen. En jij bent de enige van ons team die gevorderd genoeg is om dat te proberen. Dit is het moment van de waarheid. Lastige move misschien niet gelukt. Maar bij de wedstrijd zal iedereen verbaasd staan. Wacht, zolang je de tent maar afbreekt en niet mijn beschermende kleding. Daar ben ik lang mee bezig geweest. Belangrijker is dat Hamal die move vast wel kan. Hamal! Gast, zo moet je die muts niet dragen. Duh. Is dit beter? Nah. Er moeten wolven op je bord staan. Geen eendjes. Gast, eenden zijn cool. Ze hebben 3 oogleden en ze kunnen kleuren zien. Ik ben Piers. Ik hou van eenden. Dom. Hey, over eenden gesproken. Duckface! Misschien wilde je broer je er niet bij hebben omdat hij je wilde beschermen tegen die suffert daar. Nee joh, alsof hij mij zou beschermen. Jongens, als ik stop met oefenen, dan herinner ik me dat we met de engste gozer van het park hebben te maken. En ik wil niet overgeven, dus oefenen is beter. Oh, oh nee! Mijn scherpe stenencollectie! Ik denk niet dat ik nog mee kan doen. Zorg jij maar goed voor jezelf. Wij zorgen wel voor de competitie. Maar als we iemand tekortkomen, kunnen we toch niet meer meedoen? Hey, kinders! Hoor ik zeg maar dat jullie een skaterpersoon nodig hebben? Ik ben zeg maar echt supergoed. Gelukkig heb ik zeg maar een mooie mascotte. Het is zeg maar nou ja bewezen dat mascottes je helpen te winnen bij rollende dingen. Nou, we moeten winnen zodat we van het park een plek kunnen maken waar iedereen uit Littleton kan skaten. Dus, je mag meedoen. Hoe heet je? Medal Jon. Zeg maar, Jon. Zo heet ik. Cool. Even je bescherming checken. Laila, nog wat finishing touches? Oeh, wij zien er zo vet uit dat de Def Crew vanzelf zal afdruipen. Oh ja, vriendin, die outfits zijn echt mega super chill. Ik vraag me alleen af of dat medaillon niet een klein beetje ten koste gaat van de aerodynamica. Daar is het veel te klein voor. Kom op, meiden. We laten ze zien wat we kunnen. We gaan die baby's een poepie laten ruiken. Dit is onze bol. De kindjes mogen spelen in de kleine bol. Dit is de skate-off. Ramps, halfpipe
en de gevorderde bol. Elk team moet de truc die het andere team heeft gekozen perfect uitvoeren. En bij een wipe-out lig je eruit. Degene die als laatste overblijft, wint. Jij ligt er waarschijnlijk al uit voordat je bent begonnen. Blijf jij maar bij de kinderbol. Blijf je... Mogen het beste team winnen. Succes, Piers. Hey, doe je voorzichtig... Gast! Je mag de vijand geen hand geven. Jij bent loyaal aan mij. Gast! Zo praat je niet tegen mijn broer, begrepen? Hij mag toch zeker zelf bepalen wie hij een hand geeft? Moet je kleine zusje het nu voor je opnemen? Waarom deed je dat voor mij? En ik was toch wel zo onaardig tegen jou? We zijn toch familie? Kom op! Skaten met die boards! Misschien moet iemand van jullie deze doen. Ik moet mijn energie sparen voor het grote moment. Jou is echt supergoed. Ik zou mijn best maar doen, gast. Want anders dan skate je nooit meer in deze bol. Ze heeft wat coole moves, maar mijn zusje kan ons echt niet verslaan. Piers, vertegenwoordig het team in de laatste grote bolronde. Ikke? Maar ik heb net nog... Doe je mee of niet? Je gaat je toch niet opeens als een suf eendje gedragen, of wel? De enige eendjes die ik zie staan op de onderkant van mijn bord, en dat weet je. Ha! Eendjes. Oeh, we zien er goed uit. Alsof we ook echt een kans maken, zeg maar. Behalve Jon. Ze lijkt een beetje ongebalanceerd. Hey! Wacht op mij! Goed, we hoeven nu alleen nog maar de gevorderde bol. Ben je er helemaal klaar voor, Polly? Dat weet ik niet, maar volgens die tijger is het zover. Goeie moves, mijn chickies! Dit gaat ons lukken, meisjes. Dat hadden we kunnen weten. Kijk die schoenen alleen al. Kijk uit! Geef me dat medaillon! Ik kom je helpen, Gigi! Wat was... Mama, help me tijd trekken! Hoe dan? Oh nee! De bol voor gevorderden ligt helemaal vol met eikels. Wow! De bol moet leeg zijn voordat we kunnen beginnen.
weten toch dat het zwembad pas over een paar maanden gemaakt wordt? Dit is een shortcut. We kunnen Littleton bijna gaan krimpen met dit medaillon. Oh, ik snap hem. Perfect, ze nemen de shortcut. Kom mee. Ik ben zo terug. Wat? Niet doen! Ja, je kunt het, Polly. Wij geloven in jou. Tiny Power! Woehoe! Wat? Geef dat terug! En nu die skatewedstrijd nog winnen. Go big! Oh, Gwen. Hey, Lila, Shani. Ze wilden de wedstrijd net gaan afblazen. Oh, daar zijn ze weer. Nou, laten we dit snel afmaken, zodat ik terug kan naar mijn bol. De wedstrijd gaat weer verder. Hey, Piers. Mogen de beste pocket winnen. Mogen de beste pocket winnen? Eentjes dansmarieke zusje is nog triester dan dat hij is. Weet je, Devin, misschien word ik af en toe gek van mijn broer. En hij misschien ook wel van mij. Heel soms dan. Ik zou echt niet weten waarom. Maar ik zou hem voor geen goud willen ruilen met iemand. Piers is de beste. Ja, de beste van mijn skatecrew. En nu gaat hij jou hier keihard uit die bomen twisten, dansmarieke. Je zei net nog dat ik loyaal was. Ik ben inderdaad loyaal. Aan Polly. Ik stop met jouw crew. Wauw, Piers. Wat? Je bent mijn zusje. Dan ga je toch met haar skaten? Je bent vervangbaar, man. Er is vast wel iemand die jouw plek in wil nemen, of niet? Wie wil? Je bekijkt het maar, Devin. Ja, wij kappen ook. Ik skate alleen met mensen die me wel waarderen. Nou, dan neem ik het zelf wel op tegen die suffe Polly Pocket. Laat maar zien wat je kan, Devin. Dat was de bedoeling, hoor. Oké. Joehoe! Ja! Ja! Nice! Dat doet vast pijn. Wat vervelend dat Devin zo Devin was. Ja, en het spijt me dat ik zo graag cool wilde zijn, maar het eigenlijk helemaal niet was. Bedoel je gemeen? Flauwe grote broerig? Heel oncool met een... Doen. De speakers doen het nog steeds niet. De input stort nog steeds, dus ik check de bedrading even. Het zal allemaal wel. Wat vinden jullie van mijn zonoutfit? Focus, meiden. Het is de eerste reis van Seersucker. We moeten kijken of ze zeewaardig is. Volgens mij bedoel je vijverwaardig. Niet slecht, toch? We zijn nog droog. Hennis!
zeggen dat beter is dan varen is varen met muziek. Peaches! We nemen even pauze. Go big! Mijn medaillon! Als ik kijk naar het traject van de vloedgolf, de golf van Peaches, dan zou het medaillon nog... Daar is ie! Dank je, Layla. Zo. Go big! Ons tripje verliep heel goed, maar toen was daar Peaches. Hier is Polly. En Layla. Hi. Hey Polly, hadi Layla. Hey Shawnee, hoe ging de eerste vaart van de Searsucker? Niet goed. Maar ik heb net de automatische piloot ingesteld op hoge golven en slechte omstandigheden. Tijd om op open wateren te gaan testen. Ga je zaterdag mee op een cruise? Hoge golven? Onvoorspelbaar zeeleven? Ik ga mee! En ik weet precies waar ik graag heen wil. Welkom allemaal. Ik ben Pinda en dit is de derde editie van de officiële Pitstop Paranormale Fanclub Meeting. Onthoud goed, jullie mogen maar 2 gratis smoothies per deelnemer. En ik heb lekkere cupcakes. Zo, heeft iemand deze week misschien nog paranormale zaken meegemaakt die hij wil delen? Ja! Mijn post werd deze week 3 dagen achter elkaar te laat bezorgd. De postbode zei dat het een foutje was, maar ik weet zeker dat het geesten waren. Of robotelven, of aliens, of Bigfoot! Jij bent toch die vlogger, of niet? Ja, dat klopt. Ik mag dit eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar de overheid probeert al jarenlang een mysterie op te lossen op het bijna dodemanseiland. Ik ben de laatste die weet dat er een schat ligt. En ik heb de schatkaart. Maar ik ga het geheim niet voor niks verklappen. Mijn meest waardevolle bezit. Een zelfgetrokken Bigfoot-haar. Jill, het eiland is vervloekt. Vervloekt! Als je dapper genoeg bent om daarheen te gaan, weet dan dat de geest van de bijna dode man je zal achtervolgen. Wees gewaarschuwd! Een vervloekte schat? Ja? Nicholas? Nicholas! Huh? Hallo? Oh ja, ik ben er. Ik zat net te denken dat eiland heel erg, cool is. En goed voor gewone, normale eilandingen. Oké, dan zien we je morgen. Oh, morgen? Dan had ik vorige week al moeten beginnen met pakken. Ik weet het niet, Polly. Ik heb gehoord dat alle eilandjes rondom Littleton zijn opgekocht door projectontwikkelaars die er hotels en resorts willen bouwen. Wat als we er helemaal niet mogen komen? Kom op, Shawnee. Het wordt vast leuk. Ik weet het zo net nog niet. Kunnen we niet gewoon gaan zwemmen? Die kant. Daar is een eiland dat er cool uitziet en daar wordt zeker niet gespookt. Super cool, toch? Zolang we door de golven gaan, is er niks aan de hand. Ja, luister. Vind je ook niet dat Nicholas zich een beetje vreemd gedraagt? Hij doet toch altijd een beetje vreemd? Vreemd is zijn normaal. Land in zicht! Moet je zien!
Ik denk niet dat we dit moeten doen. Eilanden hebben scherpe rotsen en steile kliffen en giftige slangen. Kom op, positief blijven denken. Huh? Dat heb ik niet eerder ge... Oh, oh jee. Polly, Polly, is alles oké? Okay? Ja, alles in orde. Oké, okay, laten we het eiland gaan verkennen. Go big! Dit strand is echt geweldig. En totaal willekeurig gekozen. Tijd om te ontdekken. Zullen we? Geen denken aan. Ik ben hier gekomen voor maar één ding en dat ding is chillen. Polly? Pas nadat ik even heb gesurfd. De golven zijn niet hoog genoeg. Of ik ben niet klein genoeg. Tiny power! Nou, Shawnee, dan blijven wij met z'n tweetjes over. En daarom heb ik iets te lezen meegenomen voor ons twee. Wil je de aanval op planeet Nebulosa of het zwaard van Grokotron? Ik wil... Laten we beginnen. Ik denk dat jij ook heel graag wil weten wat er allemaal te zien is op dit eiland. Weet je zeker dat je de weg kent? Dit ziet er niet uit als een pad. Luister. Uit zeer betrouwbare en daarnaast vreemd uitziende bron heb ik vernomen dat het spookt op dit eiland. En daar wil ik het bewijs voor vinden voor mijn vlog. Spookt het? Meen je dat? Dit is Nicholas met Mysterieën van Nicholas. Ik ben hier met Shawnee. Hallo? En wij zijn op een geheim eiland. Op zoek naar de bijna dode man. Die zijn dagen alleen op dit eiland verslijt. En het eiland beschermt tegen indringers. Wat? Maar wij zijn toch indringers? Niet dat ik in al die gekke dingen geloof of zo. Maak je geen zorgen, Shawnee. Als we de bijna dode man tegenkomen, weet ik wel wat ik moet doen. Denk ik. We gaan er even uit, voor nu. Ik moet goed op gaan letten op je weet wel wie. Het is oké. Ik heb een schatkaart. Misschien worden we wel rijk. Hoe weet je nou dat het een echte is? Hij ziet er wel oud uit, maar de hoeken zijn nog heel. Misschien is hij geprint in plaats van geschreven en... Oh, kom op. Laten we op zoek gaan. Ik weet het niet, Nicholas. Op zoek gaan naar enge spookdingen is niet echt mijn ding, hoor. Als spoken volgens jou niet bestaan, dan hoef je er ook niet bang voor te zijn. Maak je niet zoveel zorgen. Ik ga weer terug. Die golven zijn echt ideaal om op te surfen. Modebewust relaxed varen. Oeh, mijn lievelingsblog. Daar komt een grote. Ben je er klaar voor? Zeker dat we de goede kant op gaan? Zeker weten. Hoezo? Het voelt alsof we de verkeerde kant op gaan. Ik heb een heel goed richtingsgevoel. Maar we nemen even pauze. Ik wil heel eventjes met mijn voetjes omhoog. Gaan wij nu langzaam naar beneden? Zeker. En denk jij ook dat dit een enorme poel met drijfzand is? Ik denk het wel. Help! Shawnee? Nicholas? Ik word langzaam opgeslurpt. Je bedoelt wij, toch? Ja, sorry. Oh, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Mag ik een suggestie doen? Natuurlijk. Doe toch iets! Als je die grote tak aanrijdt... Komt goed. Hou deze heel goed vast. Hebbes! Pak mijn handen! Dank voor de landing. Oké, weer terug naar normaal en verder met de zoektocht. Go big! Go big! Dat is vreemd. Wat is... Oké, dit is waarschijnlijk hetzelfde als die keer bij oma. Wat? De radertjes draaien de verkeerde kant op. Go big, Lila! Tiny power!
Dat moet de paranormale kracht van het eiland zijn. Het spijt me. Wat? Nou ja, misschien is er een legende over een bijna dode man die het eiland bewaakt en paranormale krachten heeft. Wow! Hoe bedoel je paranormale krachten? Wow! Waarom heb je ons dat niet verteld? Dat vind ik wel een heel eng verhaal. We moeten snel maken dat we wegkomen. Wacht, als we nu weggaan, zijn we echt heel ver weg van onze enige kans om weer gewoon groot te worden. Snappen jullie het niet? Dit komt allemaal door de bijna dode man. Als we zijn schat kunnen vinden, dan vinden we hem. En hij kan het oplossen. Het is waarschijnlijk gewoon een test. Waar heb je het over, Nick? In plaats van het eiland verkennen, wil ik zo snel mogelijk weg van dit eiland. Kom op, Polly. Je wilt toch niet zeggen dat je niet nieuwsgierig bent naar die schat van dit eiland? Dit is toch een superspannend avontuur? En we moeten onderzoeken wat er mis is met dat medaillon. Oké. Ik doe mee. Oeh, als er ook robijnen in de schat zitten, willen jullie dan een handvol meenemen? Die zijn perfect voor mijn nieuwe juwelenlijn. Ik weet niet of de paranormale hypothese van Nicholas wel klopt. Natuurlijk wel. Ik heb bewijs. Tenzij je wil zeggen dat mijn paranormameter tegen me liegt. Hij wordt helemaal gek. Zoveel duistere energie in de buurt. Hij piept inderdaad wel heel hard. We zijn in de buurt. Volg dit pad maar. Wow! Super vintage gebouw. Dit is de perfecte achtergrond voor een gouden schatkist. En de bijna dode man? Er is maar één manier om daarachter te komen. Blijf hier weg! Dit eiland is bezeten! Blijf hier weg! Hoorden jullie dat ook? Die spookstem? Yep, deze scoort hoog op mijn angstenlijst. 100%. Er klopt iets niet. Hier moet toch een plausibele verklaring voor zijn? Die is er ook! De bijna dode man is in de buurt. Ik kan hem bijna ruiken. Oké, eeuw. Hebben jullie dat spookgejank ook gehoord? Ja, nu is het genoeg. Ik ga naar de boot. Jullie blijven zitten, ik zwem wel terug. Nee. We kunnen niet altijd klein blijven. We moeten door blijven gaan. Oh, hij heeft gelijk. Wat krijgen we? Willen jullie hem om de weg vragen? Vreemd. Het pad houdt hier op voor de tempel. Er moet een geheime doorgang zijn of iets anders dat ons naar de schat leidt. Geheime doorgang? In de echte paranormale wereld is het anders dan in jouw boeken, Shawnee. Het is niet dat je een arm van een standbeeld moet indrukken of zo. Maak dat jullie wegkomen! Wees bevreesd! Wees heel erg bevreesd! We zitten in de val van de bijna dode man. We kunnen niet meer terug. Dit slaat echt nergens op. Het blijft maar bewegen. Wacht, er gebeurt iets hier. Mag ik eens proberen? Tiny Power! Mooi. Oké, go big! Of niet? Nu zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Wacht eens even. Wachten? Waarop dan? Tot de bijna dode man ons opeet? We hebben geen tijd om te wachten, Shawnee. Totaal geen tijd. Daar heeft Lila wel een goed punt. Ik denk niet dat hij ons gaat opeten. Dat is iets voor zombies. Ik vind hem meer een spook- of geestentype. Ja, hey, boeien. Ik wil weg. Nu. Genoeg! Iedereen, luister naar mij. Ik zeg het namelijk maar één keer. De kracht die wij voelen is een magnetisch veld. Er moet dus een magnetische kracht zijn die mijn kompas ontregelt. En dat verklaart ook waarom de metalen radartjes in het medaillon van Polly niet goed werken. We moeten de bron van de magneet vinden om het medaillon te kunnen maken. En dan pas kunnen we weer naar huis. Ik ben sceptisch, maar... Ik geloof wat Shawnee net zei. Ik ook. Volg mij maar. Deze kant op. Magnetische kraan. Je had gelijk, Shawnee. Niet loslaten, Polly. We gaan je redden. Oké, maar ik heb steeds minder grip. Er komt iemand aan. Laat los, Polly. Wij vangen je wel.
Nee, dat is ook zo. Nee, dat ben ik. Bedankt, Nick. Ja, nee, ja, nee, ja, dat weet ik. Wees maar bang. Dit is leuk. Die kinderen trappen er met open ogen in. Het is perfect. Het was dus helemaal niet de bijna dode man. Het was, wie die man ook mogen zijn... Gebaseerd op zijn gekreukte polyesterpak zou ik zeggen een autoverkoper of een makelaar of iets dergelijks. Dit gaat zeker werken. Die vlogjongen zal het verhaal over de bijna dode man verder vertellen, zodat er geen andere bouwvakkers hierheen durven. Wie wil er nou een eiland hebben waar het spookt? Zo krijg ik alles voor een spotprijs. Het is meer de waarheid verdraaien dan liegen, toch? Misschien spookt het wel echt. Ze hebben dit hele pretpark tenslotte 50 jaar geleden gebouwd, maar ze hebben het nooit voor publiek kunnen openen omdat ze bankroet waren. Je mag niet jinxen. Mijn eilandresort wordt fantastisch en ik word stinkend rijk. En jij bent mijn favoriete aannemer, dus jij krijgt 10% van de winst. Zijn nou een pretpark? Het is dus helemaal geen oude tempel. Je had moeten zien hoe blij dat paranormale joch was toen ik hem die oude kaart uit de vuilnisbak had gegeven. Hij denkt dat het een schatkaart is. Mijn Bigfoot haar. Dat is hem. Hoe dan ook, we moeten snel beginnen met puinruimen, zodat ik mijn resort als allereerste kan openen voor het publiek. Maar u heeft het eiland nog niet eens gekocht, toch? Ja, dat is maar een kleine formaliteit. En nou weg met die troep! Je had al die tijd gelijk. Sorry dat ik niet naar je geluisterd heb. Dat geeft niet, Nick. Als je vanaf nu maar luistert. We moeten het medaillon van een magneet afhalen en... Kan het wat sneller? Ik weet zeker dat ik heel veel geld ga verdienen met dat resort. En hoe sneller jij werkt, hoe sneller die bergen geld mijn kant op zullen komen. Sorry, meneer Sheeman. Maar na al die jaren verval is de grot nogal instabiel geworden. Ik moet het rustig aan doen. Nonsens, dat kan best. Centjes. Resort centjes. Als u het zegt... Moet hier ergens zitten. Bingo! Ah! Oh, wat gebeurt er allemaal? Oeps, de verkeerde. Oké, net als de speakers op de boot, maar dan omgekeerd en waarschijnlijk nog veel moeilijker. Juist, dat is de stereo. Moet kortsluiting veroorzaken in het circuit van de grote magneet. Het medaillon! Goed gedaan, Johnny! Ik kan het beter zelf doen als ik wil dat het goed gebeurt. Even kijken. Haal me hier vandaan! No! Go Big! Ja, hij doet het gelukkig weer. Je had gelijk, Johnny. Bedankt, maar wacht met de complimentjes. We moeten hier namelijk nu weg. Heb je die plattegrond nog? Er is een andere uitgang. Volg mij maar. Deze kant op, snel! Een tijdsplitsing. Welke kant op, Johnny? Naar links dus. Johnny, achterwaarts! Het is een oude pretparkattractie. Stap maar in! Maar eeuw, hij is helemaal stoffig. Meen je dit? Ga je nu opeens moeilijk doen na alles wat er gebeurd is? Oké, maar mogen we de stoeltjes wel schoonmaken? Nee! Oh, mijn polkadots! Zonlicht! Heerlijk fel zonlicht! Wow. Dat is hoog. Oh man, het ligt vol met brandnetels, stenen en andere potentieel pijnlijke dingen. Nicholas, de kraan. Draai hem open. We hebben water nodig. Gelukt! Tijd voor een ritje.
helemaal weg van Waaghals groepsleider Shani. Weinig, team. Ik zal niet klagen over het feit dat mijn outfit net helemaal doorweekt is geraakt voor deze ene keer. Sneller! Woehoe! Shani, bedankt dat je ons hieruit hebt gehaald. Ik weet het, ze is echt geweldig. Een natuurlijke leider. En mijn heldin. Bedankt, jongens.